Skippies. Juf Loes, hoe is Kaya in de klas? Ja, een hartstikke lieve, rustige meid eigenlijk. En ja, op school vertelt ze niet zo heel veel over het schaatsen. Maar dan komt ze na het weekend op school en dan vertelt ze wel. En dan krijgen we zo'n super nieuws. Wat vind je van jezelf je sterke punten? Ik vind mijn uitstraling mijn sterke punten en mijn sprongen en mijn pirouetten. Passen moet nog iets vloeiender gaan, want daar krijg je ook punten voor. Ben je wel eens naar een wedstrijd van Kaya wezen kijken? Ja, ik ben wel eens naar een wedstrijd wezen kijken. Ik weet niet precies met welke wedstrijd. Maar ik heb wel een keer gekeken naar een van de wedstrijden. En had ze toen gewonnen? Nee, toen was het tweede. Trots op Kaya? Ja, natuurlijk ben ik heel trots op Kaya, want het is natuurlijk super knap dat ze zo ver komt. Ze traint er natuurlijk wel voor, dus het was super goed. Dat ze, en het is ook een beloning, want ze mag het ook krijgen, zo'n titel, zeg maar. Dus ik hoop dat ze later ook nog op de Olympische Spelen komt of zo. Vind je het vervelend dat ze zoveel moet trainen? Nou, ik vind het niet zo heel vervelend, want dat moet juist ook. Want als je er echt goed in wil worden, dan moet je natuurlijk wel vaak trainen. En ja, het is natuurlijk wel jammer dat ze bij sommige dingen er niet bij kan zijn. Omdat ze moet een wedstrijd heeft of zoiets. Of trainingen. Maar we gunnen het er heel erg en we vinden het ook niet zo heel erg. Vind je jezelf een toptalent? Nou, ja, eigenlijk een beetje wel. Nu ik bij John Hanopel en Shoki Dijkstra ben gevraagd, dan voel ik me wel een beetje zo als een toptalent. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Volgens mij mag je het gewoon zeggen, als je Nederlands kampioen bent, dan ben je toch echt een toptalent? Ja, eigenlijk wel. Wat is je uiteindelijke doel? Het liefste de Olympische Spelen en het WK en het EK, de Europese kampioenschappen en het wereldkampioenschap. Dat ik daar aan mee mag doen, leuke ervaring zou dat zijn. En de Olympische Spelen over 4 jaar of over 8 jaar? Het liefste over 4 jaar, maar dan ben ik nog te jong. Want ik
Ja, dan ben ik wel 15. Alleen ik, voor het schaatsen tel ik als 11, als 10 nu. Dus dan tel ik als 14 en dan mag ik nog niet meedoen. Dus over 8 jaar moet het dan. Nou, een heel mooi vooruitzicht, toch? Ja, want het is natuurlijk geweldig. Nederlands kampioen geworden. Hoe reageren de leerlingen daarop? Nou, die zijn allemaal hartstikke trots op Kaya. En we hebben ze van tevoren heel veel succes gewenst. We hebben iets leuks gemaakt voor haar. We hadden een klavertje 4 om succes te wensen. Maar ja, we hadden het wel gehoopt, maar dit was wel een hele grote verrassing.